In deze film, aandacht voor de kleurtintcurve in Lightroom. En met de kleurtintcurve kunnen we het contrast bepalen en we kunnen er een zweempje bij brengen. En je vindt de kleurtintcurve in de module Ontwikkelen, en dan zit die hier als tweede optie. En voor de mensen die regelmatig in Photoshop werken, ziet dit er een klein beetje herkenbaar uit. Ja, dit is namelijk inderdaad gewoon een curve. Alleen in Lightroom heeft hij een beetje uh, twee opties. Je hebt deze variant en je hebt de gewone variant waarin je zelf kunt tekenen. Ik kom zo meteen terug op die variant waarin je kunt tekenen. Ik ga het eerst even over deze hebben. In principe de curve. Als je daar niet mee bekend bent, hij werkt vrij eenvoudig. In de achtergrond heb je het histogram van je foto. Aan de linkerkant heb je de donkere tinten en aan de rechterkant heb je de lichte tinten. En de curve, dat is eigenlijk die lijn die van linksonder naar rechtsboven loopt en die loopt nu nog gewoon rechtuit. Lineair, zoals dat heet. En wat er eigenlijk gebeurt is, als we in het linkerbovendeel van de curve gaan zitten werken, dan gaan we de dingen bijbrengen. En als we het naar rechtsonder trekken, dan gaan we de dingen uithalen. En in deze modus heb je gewoon vier gebieden. Je hebt de gebieden hooglichten. En als je bijvoorbeeld op die slider gaat staan, dan zie je ook gewoon in het histogram het gebied waar het actief wordt. Dan heb je de lichte tinten, de donkere tinten en de absolute schaduwen. Nou, en daar kun je gewoon een klein beetje aan trekken. En als je dat doet, als ik bijvoorbeeld de schaduw iets terugbreng, dan zie je dat die curve onderin een klein bochtje naar beneden heeft gemaakt. En dat is ook logisch, want ik heb er dingen uitgehaald. En ik ga ook de donkere tinten een klein beetje naar beneden trekken. En de lichte partijen trek ik een beetje omhoog. En eigenlijk is dit te ver, maar de hele hooglichten kan ik dat weer een klein beetje compenseren. En je ziet, mijn curve is niet meer recht. Ik krijg een hele lichte S-bocht als het ware. En dat betekent dat ik er gewoon meer contrast in heb gebracht. Als ik bijvoorbeeld de before laat zien. Dat is deze. Of mijn aanpassingen in de curve. Dan zie je dat er al gewoon een heel verschil in contrast is. Voor en na. Nou, ik vind wel dat meteen ook gewoon de kleurtjes veel verzadigder gaan worden. Dus ik trek er ook een klein beetje de verzadiging uit. Dit zijn dus vier sliders in de curve waar je dus gewoon heel makkelijk je contrast wat mee kunt bepalen. Je hebt eventueel ook nog gewoon voorinstellingen met een normaal contrast of een schril contrast. Nou, laten we gewoon even voor normaal contrast gaan. En je ziet gewoon dat die S-bocht er nog steeds in ligt. Ga je dit nou gewoon helemaal doordraven, zoals ik bijvoorbeeld de donkere tint is helemaal donker maak en de lichte tinten helemaal lichter, dan zie je in de foto dat dit eigenlijk gewoon niet vrij wordt. En je ziet ook gewoon twee platte lijnen in mijn curve en dat betekent dat de informatie uit die gebieden, dus de hele donkere stukken en aan de andere kant de hele lichte stukken, dat die gewoon helemaal tegen de rand aan zitten. En dat betekent dat eigenlijk alle informatie daaruit gewoon helemaal weggedrukt wordt. Ik hou hem even gewoon op een normaal contrast. En ik maak toch nog zelf een kleine aanpassing. En dit vind ik op zich wel een aardig contrast op deze foto. Ook gewoon lekker snel gedaan. Je kunt natuurlijk ook bij standaard aan de contrastcurve trekken. Um, dat doet eigenlijk gewoon bijna hetzelfde. Alleen heb je bij kleurtintcurve gewoon veel meer controle. Nou, ik zei het daar straks nog: er is ook nog een andere modus. En die vind je hieronder. En in principe, de vier sliders verdwijnen dan, maar je curve wordt gewoon meteen bewerkbaar. Je ziet het in dit geval, staan er ook al gewoon vier puntjes op. En dan kan ik nog heel simpel een puntje bijtrekken. Als je op de curve gaat staan, dan krijg je gewoon een plusje. En klik je nu, dan komt daar een puntje op. En dit puntje, als je daar boven gaat hangen, dan kun je daar een klein beetje mee schuiven. En zo kun je dat gebied een klein beetje uh, meer naar boven laten komen of een klein beetje temperen. En als je nou denkt van hé, hey, dit puntje was niet de bedoeling. Als je erboven hangt en je klikt er met rechts op, kun je controlepunt verwijderen klikken. En dan is het puntje weg. Nou, eventueel kun je ook zeggen curve verminderen. En hij reset hem dan gewoon in zijn geheel. Ik ga het even handmatig snel opnieuw doen. Daarnaast heb je hier ook nog de optie in om het kanaal te kiezen. Normaal gesproken werk je met een histogram met een uh, grijs vlak erachter. Dat betekent dat je in alle kanalen werkt. Maar als je bijvoorbeeld erop klikt en je kiest voor het blauwe kanaal, dan zie je in dit geval dat de achtergrond blauw wordt. En dat betekent dat we nu in uh, de blauwe tinten werken. En als ik hier het uiterste punt bijvoorbeeld een klein beetje naar boven trek en dan de curve eigenlijk gewoon weer netjes recht gaan maken, dat ik in mijn hele donkere gebieden krijg ik dus opeens een beetje een uh, blauw zweem. Ik zal hem een klein beetje verder doortrekken. En je ziet dat voornamelijk in de achtergrond. Want dat is ook logisch. Daar zitten ook echt alle zwarte dingen. Nou, eventueel kun je ook bijvoorbeeld nog uh, wat aanpassingen maken in het groen. En ik doe het heel minimaal, want vaak is het als je dit te veel doet met de kleurtinten dat het gewoon erg lelijk wordt. En op deze manier kun je dus ook een bepaalde kleurzweem in je foto brengen. Of als je een foto met kleurzweem hebt, zou je hem er op deze manier ook uit kunnen halen. Ik zou dat persoonlijk niet doen. Ik zou dat persoonlijk in Photoshop doen. Klik hierboven even voor het linkje van dat filmpje. Want in Photoshop heb je daar gewoon makkelijkere manieren voor. Als je dat in Lightroom zou moeten doen, een kleurzweem verwijderen met de kleurtintcurve. Dan ben je erg lang en erg precies bezig. En dat is eigenlijk gewoon zonde van je tijd. En zo eenvoudig is de kleurtintcurve. Je kunt daar gewoon heel mooi contrast mee maken, en je kunt daar gewoon heel mooi een kleurzweem in brengen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!